Den Haag bouwt op. Onder deze titel is in het gemeentemuseum een tentoonstelling georganiseerd die door burgemeester de Monchy geopend wordt. Op deze expositie kan men aan de hand van fraaie maquettes kennis nemen van de wederopbouwplannen die door de architect Dudok zijn ontworpen. Den Haag zal volgens deze plannen een stad worden waarin het een plezier zal zijn te leven en te werken. In het Bezuidenhoutkwartier is een nieuw regeringscentrum geprojecteerd met 5 grote ministeries. Ook zal hier een nieuw station komen met ondergrondse perrons. In de omgeving van het gemeentemuseum zal een cultuurcentrum worden gebouwd met onder andere een concertzaal, een schouwburg en een universiteit. Er zullen nieuwe flatgebouwen komen, ziekenhuizen, kantoren en een nieuw stadhuis. En zo zal binnen afzienbare tijd Den Haag schoner en moderner dan ooit herrijzen.